Op 19 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Resto van Harten en de Haagse Vaders organiseerden een politiek debat in het Centrum Jongbloedplein. Op de agenda stonden thema's als de thuiszorg, welzijn en parkeren. Goedenavond en welkom in Laak bij Resto van Harten en Vadercentrum in het Centrum Jongbloedplein. Deze avond gaat namelijk over praatjes vullen geen gaatjes. Het Vadercentrum heeft bestaansrecht. Ben u het daarmee eens of oneens? Ik ben eens. Ik ben kandidaat voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. En op welke plek sta je? Ik sta op nummer 37. Ik wil eigenlijk heel graag mijn klus afmaken. Dat is ook mijn appel, wat ik ook doe aan de mensen. Ik richt me in mijn campagne specifiek op vrouwen. Mijn campagne heet ook Vrouwenstemmen, omdat ik vrouwen eigenlijk bewust wil maken van wat er op ons afkomt. Zij zijn degene die het meeste te maken zullen krijgen met mantelzorg. Degene als er keuzes gemaakt moeten worden in de jeugdwet. Waar gaan we ons geld aan uitgeven? Wordt er misschien een keuze gemaakt voor de jongeren in plaats van vrouwenopvang? Ik zeg maar wat. Dus vrouwen zijn altijd de dupe ervan. En ik wil eigenlijk in mijn campagne heel erg specifiek hierop een soort van awareness. Hè? Mensen bewust maken hierover. Wat is uw naam? Bülent Aydin. En van welke partij bent u? Ik ben Partij van de Arbeid, kandidaat raadslid op nummer 11. Waar gaat u zich sterk voor maken als u in de gemeenteraad komt? Voor een paar dingen. Dat is een van de belangrijkste is wat ik merk is dat heel veel jongeren een school niet afmaken. Omdat ze vaak geen stageplekken kunnen vinden of op een andere manier net dat duwtje die ze nodig hebben niet hebben. Daar wil ik me vooral sterker maken. Hoe kunnen we nou met onderwijsinstellingen, hoe kunnen we nou met werkgevers zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor jongeren. Zodat ze een opleiding kunnen afmaken, zodat ze ook veel meer kansen op de arbeidsmarkt hebben en niet uitgesloten worden. Het tweede punt, maar ik denk dat dat voor heel veel partijen gelukkig geldt, is armoedebeleid. We zien gewoon dat het inkomen van heel veel mensen de laatste jaren behoorlijk verminderd is. We moeten zorgen dat behoud van de ooievaarspas, taxibus, dat mensen die het echt lastig hebben, dat we die voldoende blijven ondersteunen. Dat ze net dat zetje hebben om hun kinderen naar sportschool te laten gaan, wat ze anders niet kunnen betalen. De huur van de woningen. Ik sta hier namens Groep de Mos. Oudere Partij Den Haag. Als u gekozen wordt in de raad, waar gaat u zich dan sterk voor maken? Wat een heleboel mensen een doorn in het oog is, dat is natuurlijk de parkeersituatie. De veiligheid op straat, de slechte kwaliteit van de stoepen waar iedereen zijn nek over breekt. Wat bijvoorbeeld ook een punt is, wat nog steeds nooit geregeld is, is waarom er nou in hemelsnaam op de grens van Rijswijk geen tramhalte van lijn 17 is. Iedereen wil dat graag, maar het gebeurt maar niet en zoveel moeite lijkt me dat nou ook weer niet om te doen. Als wij in de coalitie hier komen te zitten en we zouden een wethouder armoedebestrijding hebben, dan houdt die wethouder zich bezig met armoedebestrijden en niet met recepties of lintjes doorknippen of dienstreizen maken. Mijn naam is Siska Scheidel en ik sta op nummer 10 op de VVD-kandidatenlijst. Wat gaat u speciaal voor Laak doen? Nou, Laak heeft juist een probleem op het gebied van onderhoud, het schoonhouden van de straten en ook de veiligheid. Dus daar wil de VVD zich ontzettend voor inzetten, maar ook om voldoende groen in de wijk te hebben. Dat willen we in heel Den Haag, maar dat willen we natuurlijk ook in Laak. Soms is het nodig om de parkeerdruk wat te verminderen. En daar is natuurlijk af en toe wel de vraag van nou ja, hoeveel betaal ik dan voor dat parkeren? Gelukkig hebben we in Den Haag een hele lage vergunning, de eerste vergunning. De tweede vergunning is veel te hoog, die moet naar beneden. Want er zijn gewoon een heleboel Hagenaars die afhankelijk zijn van hun auto. Wij zien in een volgende periode kunnen wij ook weer met een heleboel partijen heel goed werken. Ik ben Mustafa Okçaoğlu en ik sta nummer 2 op de lijst van GroenLinks. We concentreren ons op 3 punten. Dat is de zorg, dat is de milieu, dus groen, en het is sociaal zijn. Een van de problemen is dus gezondheidszorg. Nou, in Laak bijvoorbeeld. Laak is een van de wijken waar heel veel behoefte is aan de zorg. Omdat ook heel veel ouderen wonen, heel veel alleenstaanden wonen, heel veel mensen die ziek zijn wonen. En dan moet het dus met die mensen samen bekijken worden wat hun behoefte is en wie het beste kan doen. En dichterbij, dus niet bijvoorbeeld helemaal in Eskam, nee, in de Laak zelf moet een wijkteam komen die voor de mensen
wat ons betreft dag en nacht klaarstaan. Want zelfs bij de huisartsen moet je slepen. Samen met een goede dingen te